Ik ga nu niet zwemmen, natuurlijk. Ik ga hier een lezing geven. Straks ga ik iets vertellen over mijn zwemcarrière. Maar eerst ga ik beginnen met iets te vertellen over doofblind zijn. Toen ik 3 jaar was, bleek al dat ik mijn speelgoed niet zo goed kon vinden. Ik was vaak dingen kwijt. En mijn ouders dachten, nou, misschien moeten we eens naar de oogarts en eens vragen wat er aan de hand is. En toen bleek ik het Usher-syndroom te hebben. In mijn puberteit, tijdens de gymles, werd dat lastig met ballen. Soms zag ik ze niet en dan kreeg ik er opeens een tegen mijn hoofd of tegen mijn lijf. Ook struikelde ik wel eens over dingen, want ik kon ze niet meer zien. Dit is dus wat ik zie. Mijn zicht gaat langzaam achteruit. Tot 2010 ging dat vrij langzaam, maar vanaf 2010 is dat sneller gegaan. Dan gaat het hard achteruit. Je ziet hier links onderin wat ik zie in de nacht. Ik zie dus eigenlijk helemaal niks als het donker is. Rechtsbovenin zie je mensen die allemaal rommel maken. En dat zijn dus ook doofblinde mensen. Want ik had dat wel eens meegemaakt. Ik knoeide wel eens en toen zei iemand, ah joh, dat maakt toch niet uit. Het zijn alleen maar spullen. In 2003 ben ik geselecteerd voor het Nederlands Paralympisch team. En ook voor de Nederlandse, de Koninklijke Nederlandse Dove Sportbond. Een aantal jaar later, in 2012, ben ik voor de laatste keer in Londen geweest bij de Paralympics. En daarna ben ik gestopt. Het lijkt hier op deze foto misschien alsof ik een snotneus heb, maar dat is alleen maar water. Ik zwom dus. En ik kon de lijn onder in het zwembad altijd nog goed zien. Maar als ik dan rugslag zwemde, dan kon ik de vlaggetjes niet zo goed meer zien. Dus vandaar dat we met deze stok zijn gaan werken. Dan kreeg ik een tik op mijn hoofd en dan wist ik dat ik ergens naartoe moest of dat ik moest keren. De plaatjes gaan wat sneller dan dat ik gebaar. Maar goed. Ik moet even mijn verhaal terugvinden. De communicatie met de trainer, een horende trainer, was wel lastig. Want ik kon het niet altijd goed volgen. Het moest via spraak afzien, via tekst op een laptop of via schrijven. Dat was wel eens lastig. Ah, oké. En verder ben ik naar allerlei landen geweest. En allerlei activiteiten en wedstrijden geweest. Bijvoorbeeld in het EK. Oh, ik moet nog sneller vertellen. De foto's gaan te snel. Ik ben naar het WK geweest in Taipei in 2007 en ook bij de Deaflympics in 2009. En toen ben ik in 2010 naar het EK geweest in Dortmund. Nog een WK in Coimbra in 2011. En heb ik ook nog meegedaan aan de Paralympische Spelen in een aantal landen. Ik heb veel gezien, dat kun je op deze foto's ook zien. Ik ben overal geweest. Zo ook in Rio. En dat was een fantastische stad. Fantastische stad. En ik heb daar ook goede wedstrijden gezwommen. De 100 en de 200 meter wisselslag. Dus dat is schoolslag, vlinderslag. Of in het begin met vlinderslag en dan met de schoolslag. En ik zat nooit vergeten dat ik omkeerde. En ik zwom achteruit. Het ging goed. Ik slingerde niet. Maar toen ik me omdraaide, zag ik iemand net voor mij wegzwemmen. Toen dacht ik, oh, ik moet het halen, ik moet het halen. En toen ben ik keihard gaan gassen en uiteindelijk heb ik toen toch 2 keer zelfs goud gewonnen op de wisselslag. Ja, dat was een hele mooie ervaring. Ik ben ontzettend blij mee. Wat is de volgende? Oh, nu moet ik wachten. En nu heb ik weer te snel verteld. Oké. Ja, dit zijn mijn ouders en mijn zus. Ze hebben mij altijd gesteund, zijn ook vaak meegekomen naar het buitenland om naar wedstrijden te kijken. En ik weet nog, bij de wereldkampioenschappen in Eindhoven, toen hadden we ook een wedstrijd waarbij heel veel mensen kwamen kijken, familie, vrienden. En er was ontzettend veel publiek en het was ontzettend bijzonder dat mensen naar mij kwamen kijken. Ik had er zoveel in geïnvesteerd, zoveel getraind en nu kwamen er zoveel mensen kijken. Dit is tijdens het sportgala en dit is Wendy, mijn trainer. Mijn coach van 2001 tot en met 2012.
Zij is degene die altijd de trainingsschema's heeft gemaakt en ook elke ochtend vroeg opstond om er dan maar te zijn om met mij te trainen. Speciaal mens. Zij heeft ook gebarentaal geleerd. Ik was ontzettend blij met haar. Ik heb dus sportman van het jaar gewonnen voor Doof Nederland. En ook sportploeg van het jaar in Nederland. En ook ben ik sportman van het jaar geweest in Raalte. En daarvoor kreeg ik een goudhaantje. Dat is een bijzondere prijs. En ik heb ook heel veel andere prijzen gehaald. Hoor. Nederlands kampioenschappen, internationale wedstrijden. Heel veel prijzen gehaald. Ook clubkampioenschappen. En ook de Overijsselse kampioenschappen ook. Dit was op mijn werk. Je ziet links in de witte jas een tolk en in het midden Valerio van BNN. Ik ben op tv geweest. Ik ben toen opgenomen voor het programma Je zal het maar hebben. Bij BNN. En ik werkte toen daar aan die lichte tafel en het was heel lastig om te zien. Vroeger kon ik dat best goed zien, maar op een gegeven moment werd die tafel zo fel dat ik het moeilijk kon zien. Ik kon ook niet goed meer met mijn collega's communiceren. Dat lukte allemaal niet meer. Dat was erg lastig. Ik kon steeds minder zien. Ik ben op reis geweest naar Australië een maand met een vriend. Dat was fantastisch, fantastische ervaring. Mooie blauwe lucht. Ik hou erg van reizen. Ik heb natuurlijk door al die internationale wedstrijden ben ik op heel veel plekken geweest. En ik vind het ook belangrijk dat je geniet van het leven. Hè? Ondanks dat je met een beperking leeft misschien en dat het vallen en opstaan is. Maar als je positief doorgaat, kan je er van alles uithalen en een positief leven leiden. Dus positief blijven. Dank je wel.